30 jaar oude auto, dat vind ik sowieso leuk. Maar ook wel een beetje lastig. Zeker in het geval van deze Volvo 360. Want ik heb nooit in zo'n ding gereden toen hij nog zo goed als nieuw was. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe het ongeveer zou moeten rijden. Ik kan wel beoordelen of het motortje goed loopt, of die lekker schakelt, of de schokdempers versleten zijn of niet. Dat voel je allemaal wel aan een auto. Maar dit is gewoon, ja, niet te vergelijken met een moderne Volvo of, nou ja, ander merk auto. Van Dacia tot Mercedes-Benz. Het rijdt allemaal in ieder geval niet zoals deze 30 jaar oude Volvo 360. Met 311.000 kilometer op zijn benzinemotortje. En dat is een 2 liter met 112 pk. En dat motortje, hoewel die niet helemaal mooi loopt, ja, stopt het af en toe een heel klein beetje, ja, pruttelt iets, zal ik maar zeggen. Rijdt hij wel heel lekker, want hij, ja, hij sleurt er echt aardig aan. Ik denk eigenlijk als je hem op de rollenbank zou zetten, dat die 112 pk er zeker nog wel uitkomen. Je komt goed mee met het verkeer en bent zelfs nog iets sneller dan dat. Echt heel leuk. Het ding ziet er trouwens ook fantastisch uit. Zowel van binnen als van buiten is hij om door een ringetje te halen. Ja, daar word ik echt heel vrolijk van. En ik hoop dat het met de rest van de keuring ook zo is. Ik sta hier naast Justin Kiers en die is pas 20 jaar, maar hij rijdt in een auto die eigenlijk van zijn opa had moeten zijn. Justin, ja, waarom rij je in zo'n Volvo? Ja, waarom niet? Ik zag hem te koop staan. Ik was de eerste die gereageerd had op de advertentie en ik ben direct gaan kijken. De auto zag er als nieuw uit toen ik hem kocht, dus ik was eigenlijk direct verkocht ook en meteen een week later opgehaald. Puur omdat het kon en dat ik hem zag staan en dat ik wist wat voor auto het was. En dat ik goede verhalen erover had gehoord. Ja. En wat maakt deze Volvo zo bijzonder? De kilometerstand, denk ik. 311.000 gelopen en vrij goede staat, moet ik zeggen. Ja, ik moet zeggen, hij ziet er keurig uit. En wat natuurlijk leuk is, dat er een 2 liter motor in zit. Terwijl er normaal gesproken een 1400 met Variomatic. Maar met deze motor is het een echte driftbak. Dus vandaar dat de meeste 360's al zijn opgeofferd op het circuit. Maar dan gaat deze niet eindigen. Nee, niet op het circuit. Maar hij gaat regelmatig dwars, hoor. Tijdens het bekijken van de buiten- en binnenkant van de Volvo kwamen we dit tegen. Ik kan me voorstellen dat de kinderen kijken die niet weten wat dit is. Dit is namelijk een reservewiel. En dat kom je tegenwoordig bijna niet meer tegen in een nieuwe personenauto. Ja, je kan het als extra optie aanvinken, maar vaak is het er gewoon niet. Super handig voor als je een lekke band krijgt. In dit geval, nou, hooguit 1 keer gebruikt, als die überhaupt al gebruikt is. En ik denk dus net zo oud als de auto zelf. Onbeschadigd met de sprietjes nog op de band. Min 1 nu. Ja, heel leuk. Bij zo'n oude auto kijk ik natuurlijk naar andere dingen dan bij een jonge auto. Toch zijn er ook wel degelijk overeenkomsten. Remvloeistof, hè, het vergeten kindje. Gitzwart bij deze auto. Dat is niet echt een goed teken. Maar er zijn ook tekenen die wel op goed onderhoud wijzen. Zo zie ik hier een heel vers brandstoffilter, relatief jonge bougiekabels volgens mij. De distributieriem is volgens mij in 2009 voor het laatst vervangen, als ik het stickertje goed kan lezen. Eigenlijk allemaal wel weer goede tekenen. Dit is de zekeringkast van de Volvo en daar, ja, viel mijn oog toevallig op tijdens de inspectie. En door het glazen plastic doorzichtige ruitje zie je de zekeringen ook zitten. En dan zie ik dat bij zekering nummer 1, aan één kant, ja, is die helemaal zwart gekleurd. Die is eigenlijk een beetje verkoold. En dat is teken van een slechte verbinding. Daardoor ontstaat vonkvorming en daardoor kan zo'n zekering verbranden. Dus ik wil eens kijken of het kapje eraf wil. Ja. Kapje. En zekering. Kijk.
aan het kijken of er hier roest zit. Of ik gaten in een oude dame kan prikken. Maar het valt mee. Hij heeft wel een beetje roest her en der. Maar... Dit gaat eigenlijk net wat te makkelijk. Wat betekent versleten schokdempers. En je hoort hem erbij kraken. Dat hoor je tijdens het rijden ook. Dat zijn de rubbers van de stabilisatorstang. Ik kan dat geluid, de frequentie van het geluid, letterlijk voelen in die stang. Als ik het geluid ook hoor. En dan hebben we hier nog koppelstangen van de stabilisatorstang. En die heeft aan beide kanten hebben die speling. Daarvan krijg je een soort rabbelend geluid als je over bijvoorbeeld een klinkerweggetje rijdt. De eigenaar klaagde daarover. Ik heb het zelf niet gehoord. Je hoort het schijnbaar vooral goed als het raam open staat. Raam open en klinkerweg heb ik vandaag niet gedaan bij deze auto. Maar ik heb het alsnog wel de oorzaak gevonden. Er was nog een ander puntje en dat zal ook gerammel veroorzaken. Dat is dat de uitlaat precies hier de carrosserie van de auto raakt. Soms in ieder geval. Ik zie het omdat er een stukje van de uitlaat is weggesleten en wat roestachtig poeder omhoog ligt. Dat komt dan waarschijnlijk weer doordat de steunen waar die motor aan hangt een beetje zijn uitgezakt. Daardoor komt de motor wat lager te hangen. Dan kan die uitlaat dit ding raken. En na eigen zeggen van de eigenaar is dat een serieus probleem. Want er is dus schijnbaar niet meer aan die motorsteunen te komen. Daar moet een creatieve oplossing voor bedacht worden. De Volvo heeft toen zijn baasje, zijn vorige baasje, wat slechter werd qua gezondheid, een paar jaar in een garage gestaan. En nou, is uiteindelijk hier op de brug beland. En ik denk ongeveer vlak voordat hij de garage inging, zijn er wat nieuwe banden opgezet. Die zijn van mei 2009, zie ik aan de dotcode. En met die banden heeft hij vervolgens zo lang stilgestaan dat die banden vierkant zijn geworden, zo noemen we dat dan. Maar ze zijn gewoon ingezakt op de plek waar ze stonden. Daardoor zit er nu hoogteslag in. Als je de band draait, of het wiel draait met de band, dan zie je het ook op en neer bewegen. En dat resulteert in enorm trillen op de snelweg. Hier is ook geen andere oplossing meer voor dan gewoon een nieuwe band erop. Wat op zich na 9 jaar ook geen schande is. De Volvo is zo slap in de beentjes dat kennelijk als hard over een drempel of een hobbel gereden wordt, het voorwiel aanloopt in de wielkast. Dat wielen aanlopen, dat komt wel eens meer voor, maar op deze manier heb ik het eigenlijk nog niet eerder gezien. Hey Joep, dit is natuurlijk vrij eenvoudige techniek met in dit geval een hele degelijke Zweedse motor erin. Toch heeft hij aardig wat kilometers, maar hoe was het met rijden? Ja, rijden met die auto was heel erg leuk. Niet te vergelijken met iets moderns en eigenlijk sowieso niet echt met andere auto's waar ik mee gereden heb. Weliswaar rijden die ongeveer zo uit die tijd, maar dit is wel is echt een apart ding. Gewoon. Met een heel fijn, degelijk Zweeds blok inderdaad. Ik had er weinig op aan te merken tijdens de proefrit en dat is eigenlijk nog steeds zo. Nou ja, ik zag hier wel dat de vering een beetje slap was. Heb je dat gemerkt tijdens het rijden? Ja, hij is ontzettend slap geveerd en dat zal er niet helemaal bij horen. Wel een beetje, denk ik. Volgens mij zag je ergens in de jaren 90 in de film Flodder de politie met deze dingen op één oor om de hoek komen. Toen, achtervolging verliezen. Toen waren ze ook al niet zo stug. Nee. Volgens mij. Dus dat hoort er in zekere zin wel bij, denk ik. Ja. Maar echt defect, die schokdempers die zijn versleten. Er zit wat speling op twee koppelstangen. We kraken her en der wat rubbertjes. Hoogteslag in alle banden van het stilstaan. Ja, als je dat allemaal oplost, zeg je smijt er een keer €500 tegenaan, dan is het gewoon wel voor elkaar met die auto. Ja. En ik denk dat van de auto's van 30 jaar oud, met ruim 300.000 kilometer op de klok, dat best wel uniek is voor zo'n ding. Ja. Ik denk niet dat je er gauw weer een in deze staat gaat vinden. Hier is een leven lang heel goed voor gezorgd. Ja, dat zie je er ook wel aan af. Dus deze die blijft wel bewaard voor het nageslag, denk ik. Als die dagelijks gebruikt blijft worden, dan weet ik niet of die bewaard blijft. Want dan gaat zo'n ding uiteindelijk toch van je aflopen. Ja. En dan zal je ook echt wat met de roest die er her en der wel is aan moeten. De vraag is ook of je dat moet willen. Mm-hmm. Want aan de andere kant, zo'n ding wordt ook nooit heel veel geld waard. Dus
Ja, het is aan de eigenaar. Ja. Justin, Joep heeft je auto bekeken. Maar ja, goed, je kent hem zelf natuurlijk ook van haven tot gort. Viel het mee de keuring of zijn er toch nog dingen aan het licht gekomen die je zelf niet wist? Op zich ken ik hem, wat je zegt, ik ken hem door en door. Ik rijd er dagelijks in, ik doe er verder alles zelf aan. Maar de schokdempers voor, ik wist dat hij inderdaad vrij soepel geveerd was, laat ik het zo zeggen. Maar ik ga nu toch wel overwegen om ze te gaan vervangen inderdaad. Omdat ze ook wel aanlopen met een stevige, als je stevig over een drempel heen gaat. Maar verder, de roest wist ik, ja, eigenlijk alle kleinigheidjes die Joep aanwees, die wist ik wel. Behalve de koppelslangetjes, die van de stabilisatorslang, die waren mij niet bekend. Maar dat is natuurlijk ook voor het overwegen om te gaan vervangen. Nou, weer lekker een avondje sleutelen en is hij weer helemaal 100%, toch? Zo is dat. Gaan we doen.